Welkom bij Vallen opstaan en weer doorgaan. Het informatieve programma wat je als ondernemer zeker niet wil missen. En deze keer gaan we het hebben over communicatie met advocaten. En dan wel speciaal de incasso-advocaat. Dus die achter je broek zit op het moment dat je niet betaalt. Meestal als je een vordering wat langer onbetaald laat, om welke reden dan ook, dan gaat zo'n vordering naar een incassobureau of naar een deurwaarder. Maar het kan ook zijn dat je een brief krijgt van een advocaat. Of je maar even heel snel wil betalen. En ja, dan gaat de communicatie toch wel even wat steviger dan met een incassobureau of de gemiddelde deurwaarder. Nou, belangrijk ook hierbij is dat je openheid van zaken geeft. Dus deel je probleem waarom je even niet kan betalen of misschien op langere termijn niet kan betalen. En ook met die incasso-advocaat kun je prima regelingen treffen. Want de meeste vorderingen worden toch zogeheten buitengerechtelijk, dus buiten de rechtszaal om, worden die geregeld met de incasso-advocaat. Meestal als je een brief van een advocaat krijgt om een vordering te betalen, dan gaat het om vorderingen die groter zijn dan 25.000 euro. Want alleen advocaten mogen procederen voor bedragen boven de 25.000 euro. En dan zie je dus meestal die incasso-advocaat. En dat houdt ook in, op het moment dat jij niet kan betalen, ja, dan gaan ze echt wel naar de rechter. Tuurlijk gaan ze eerst dreigen, maar vervolgens zullen ze het ook zeker doen. Maar tref dus een regeling. Hè. Probeer daar toch uit te komen met die incasso-advocaat. Grofweg zijn er drie mogelijkheden die advocaat zal benutten op het moment dat jij weigert om te betalen. Hij gaat gaat naar de kantonrechter, of als hij heel snel wil, want de kantonrechter dat duurt meestal toch wel een maand of 6 tot 8 voordat je uiteindelijk een beetje on speaking terms komt met de wederpartij die geld van jou nodig heeft. Of hij gaat naar een kort geding. Ja, en dan kan het heel erg snel gaan, maar dat is ook duur. Hè? Er komen veel kosten bij kijken. En als laatste is dat hij of zij jouw faillissement gaat aanvragen. Een faillissementsaanvraag wordt in principe alleen gedaan door een advocaat. Tuurlijk kun je het ook zelf aanvragen, maar ja, die stap neem je meestal liever niet. Maar krijg je een brief of een mail van een advocaat, we gaan je faillissement aanvragen, dan moet je echt in actie komen. Doe je dat niet, dan word je gewoon bij verstek, dus bij afwezigheid op de zitting, word je failliet verklaard. Dan krijg je een curator. Dus beter is, zoek hulp op het moment dat je het zelf niet kan regelen. Ga naar de gemeente of meld je aan bij Zuidweg en Partners, we staan je graag bij. Wil je meer weten? Heb je behoefte aan hulp? Neem contact met ons op. Wij staan je graag bij.